Helemaal leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik zit in de auto om weer te gaan werken. Ik doe dus voortaan mijn haar, tegenwoordig doe ik dat, krullen in de avond. En als ik dan wakker word, is het gewoon letterlijk perfect. Ik had eerst elke keer, dan had ik mijn haar gekruld in de ochtend. En dan de eerste paar foto's, de eerste uur, zat mijn haar gewoon verschrikkelijk. Er zat die heftige krul nog in. Ik vond het helemaal niks. Maar nu is het gewoon echt letterlijk haar perfect. En het zit morgen gewoon nog steeds. Dus dat is echt super fijn. Even kijken waar mijn telefoon is. Ik ga nu werken. Ik hoop niet dat het te veel file is. Ik moet nog even mijn moeder ophalen. Dus ja. Dinsdag. Ik ben weer klaargemaakt om te shooten. Vandaag gaan we onze tweedelige pakken shooten in Rotterdam waarschijnlijk. Of heel misschien Den Haag. Dat zou ook nog kunnen. We moeten heel even kijken. Ik denk dat ik gewoon de camera meeneem wat dingen film. Maar ik zal niet echt heel veel praten vandaag. Want ik denk dat we heel veel te doen hebben. Dus ik denk dat ik gewoon lekker weer een liedje onder zet. En dan jullie een beetje laten zien wat we vandaag aan het doen zijn. Ik heb die Drunk Elephant Drops gebruikt en mijn gevoel, op de camera lijkt ik best wel wit. Maar het echt, ik moest nog even mijn nek meepakken, want mijn nek was echt een stuk witter net dan mijn hoofd. Maar als het goed is, heb ik nu één kleur. Dit zijn de pakken die we vandaag gaan shooten. Ik vind de kleurtjes allemaal zo leuk. Dus dat gaan we nu inpakken, even tassen erbij pakken en schoenen. En dan kunnen we gaan. We hebben net de eerste foto's gemaakt. We zijn nu weer omgekleed. We kleden ons gewoon elke keer in de auto om. Gelukkig even donkere ramen, dus zien mensen ons niet. We hebben nu dit pak aan, maar het is zo koud. Heel mijn handen doen pijn. Ik ga nu even het sieraden omdoen die hierbij kunnen. En dan gaan we door naar de volgende locatie. Wij zijn klaar met het shooten. We gingen eigenlijk nog even lunchen, maar ze werden gebeld dat we dingen waren vergeten gisteren. Oepsie! Dus we moesten nog even terug naar Joanne's Store. Foto's zijn gemaakt, nu zijn we klaar. Met Gymshark pakketjes geleverd bij de Albert Heijn. Dus die moet ik even ophalen. En we gaan even wat eten halen. Het is zo lekker weer. En oh my god, de foto's zijn zo geweldig geworden. Ik zal jullie thuis ook even laten zien. Maar echt zo blij met de foto's. Ik kom net thuis. Ik heb gelijk mijn Gymshark pakketje opgehaald. Ik dacht even leuk om aan jullie te laten zien. Ik hoop dat alles goed is wat ik heb besteld. Maar dat zal wel weer niet. Ik word ook zo vrolijk van het weer. Het is gewoon lekker zonnig. Het is niet per se warm, maar de zon schijnt gewoon fel. En dat vind ik zo fijn. Even kijken, ik heb echt best wel wat besteld. Even kijken, als eerste heb ik hier een grijze legging. Ik heb deze al in het zwart. Hij heeft zo scrunch aan de achterkant. Dat vind ik echt wel heel erg mooi. Daardoor krijg je niet zo één grote ronde bollenbil, maar dan heb je zeg maar nog billen. Heel stom om te zeggen, maar dit hebben we dus in het zwart. Maar ik heb hem nu ook in het grijs besteld. Ik hoop dat hij goed zit, maar volgens mij is het dezelfde. En daar heb ik ook een bijpassende top bij. Alleen wist ik niet helemaal of ik die bovenkant, die scrunch in het midden, mooi vond. En daar twijfel ik nog een beetje over. Dus dat ga ik even passen zo. Maar ze hadden geen andere bijpassende tops. En het is een M, maar hou het kaartje in mijn gezicht. Best wel strak, dus die ga ik zo even passen. Dan lijkt het echt, of dan is het echt heel stom. Het model was echt best wel breed gespierd, groot. Die vrouw die had een S aan. Dan dacht ik, dan moet ik toch wel een M passen. Maar hij ziet er best wel klein uit. Dus ik ben benieuwd. Dan heb ik nog een heel leuk blauw setje. Kijk, het is deze. En ik vond die kleur heel mooi. Normaal ben ik echt niet van blauw. Maar ja, ik vond het donkere toch wel heel erg mooi. En daar hebben we dus ook een bijpassende top bij. Deze, daar heb ik ook een emmetje van. Dat vind ik wel mooi
als dat strak zit. Gewoon lange mouwen. En ik vind het ook altijd chill dat het zo van die handjes erin heeft. Dus dat is die blauwe als set. En dan heb ik voorbij mijn zwarte legging die ik al heb, deze sporttop. Ook in een M. Besteld. Met een open rug. Lekker. Dit. Die. Maar die kan ik dus ook dragen met nieuwe korte broekje wat ik heb besteld. Dus nog een kort broekje. Die heeft dus ook zo'n scrunch aan de achterkant. Dat is deze. En dan het allerlaatste nog een even wit t-shirt. Dat vind ik wel makkelijk. Dan doe ik alleen maar zwart. Maar ook grijs vind ik dus wel leuk om wit te dragen. En die heb ik als goed is in L. En die heb ik dus ook in het zwart. Maar die heb ik dan nu ook in het wit. Dat vond ik wel makkelijk. Dus dat is alles wat ik heb gekocht. Ik ga het even passen. En ik hoop dat het goed zit. Ik ben nu de kleding aan het uitzoeken voor morgen. Morgen ga ik al mijn sieraden shooten. Dus ik heb het nu allemaal zo klaargelegd. Het is aardig wat we mee moeten nemen. Dus ik denk dat we gewoon een, twee van die mini koffers meenemen. Dat is denk ik het makkelijkst. Maar dit is dus alles wat we morgen dan sowieso meenemen om foto's van te maken. Goedemorgen, het is vandaag woensdag zo. Ik ben klaargemaakt, ik heb al mijn spullen ingepakt. Dus ik heb als eerste outfit deze crop, zou ik zeggen, maar niet crop, ik heb hem onderwerp BH gedaan. Deze spijkertop aan van de Zara, met deze spijkerbroek ook van de Zara. Hier doe ik mijn moeders gouden nieuwe bandas onder. Deze met deze tas. En die Zara jas in het bruin. Ik dacht, het is wel leuk voor de eerste outfit. Mijn vlog is ook aan het uploaden. Moet ik even in de gaten houden. Dus ja, we zijn lekker vroeg opgestaan. Het is nu 8 uur. Ik ga mijn tanden poetsen en dan kunnen we gaan. En dan ben ik heel benieuwd naar de foto's. Ik hoop dat het allemaal leuk wordt vandaag. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag alweer. Ik zou woensdag alles gaan filmen toen ik aan het shooten was voor mijn sieraden. Maar mijn camera was uitgevallen, dus ik heb uiteindelijk niks meer gefilmd. Ik heb gisteravond weer chia pudding gemaakt, dus die ga ik weer een beetje mixen met yoghurt. De foto's woensdag zijn wel echt super leuk geworden voor mijn sieraden. Ik ben er echt zo blij mee. Dus ja, wacht, ik zal jullie zoveel foto's laten zien. Maar als jullie alles willen zien, kunnen jullie natuurlijk het best naar mijn Insta. Jubilee by Joanna. Vandaag moet ik gewoon werken voor het Joanna Store. Ik zit even te zoeken wat ik ook weer ga eten. Oh ja, ik moet even snel appel warm maken, want ik moet zo weg. Maar ik heb wel echt zin om te eten. Dus vandaag, ja, wat ik ga doen. Werken, thuis kom. Niet zoveel bijzonders. Ja, ik ga sporten vanavond. Ik ben wel 3 kilo nu afgevallen. Oh my god, in 2 weken. Ik hoop dat het nou zo weer aanhoudt. Want ik was afgelopen week, ging ik weer omhoog. 1 kilo. En nu ben ik 1 kilo naar beneden. Is waarschijnlijk heel normaal. Maar ik ben echt mijn best aan het doen. En gisteren heb ik echt geen zin om te sporten. Maar ik ben toch gaan. Dus ja. Ik heb trouwens ook een hele leuke samenwerking met Bobby Luxury. Bobby vindt het luxury, zoiets. Ik heb, nou ja, ja, het is wel een samenwerking. Ik heb een korting gekregen op deze tas. Ik heb hem wel het meeste ook nog zelf aangeschaft. Maar ik heb ook nog een leuke korting gekregen. Ik ga het jullie even laten zien. Ik moet echt heel erg opschieten. Ik wil hem vandaag wel dragen. Deze vintage Gucci tas. Ik vind hem zo geweldig helemaal met deze outfit. Kijk, dit is de tas. Ik ben er echt verliefd op. Ik moet nog even sieraden omdoen, niet het allemaal wat hier ligt. Dan moet ik even morgenochtend opruimen. En dan moet ik weg, want ik moet echt haasten. Ik ben net weer thuis van werk. En Rick is er ook. Die heeft gelijk boodschappen gehaald. Want we gaan een gezonde kapsalon maken. Ik weet niet hoe ver het gezond is. Maar het is met kipswarma. Zoete aardappelfrietjes. Die heeft het elkaar vissen vastgeplakt. Ze zien er niet echt lekker uit. Helemaal natte. Nou, dat is altijd bedoeld. Oh, sorry hoor. Sla, komkommer, tomaat en een beetje kaas. Lekker! Het is op. Maar ik ben helemaal vergeten te filmen. Oh, ga je doen.
Oh, er zit eten, jongen. Sorry hoor, jongen. Het was wel erg lekker. Ik zit er erg vol van, want ik had echt heel veel. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb net mijn haar gedaan en even omgekleed, want ik ging de unboxing voor mijn nieuwe tas opnemen. Daar ga ik nu ook gelijk een foto mee maken. Ik heb dus gewoon het vest aan wat ik gisteren aan had. Ik doe er gewoon een spijkerbroek onder en ik denk gewoon die UX weer. Want dat vond ik wel echt heel erg leuk staan met die tas. Dus daar ga ik even een foto mee maken. En ik had gisteren dus mijn spijkerbroek in de was gegooid. En mijn oma heeft hem dus nu al gewassen. En hij is nu al droog. Hoe dan? Kan ik hem wel weer aan. Dat is fijn. Ja, waarschijnlijk gaan we ook even een broodje eten in de stad. Maar dan moeten we even kijken. Rick is nu heel lief mijn auto aan het schoonmaken. Want mijn dak van mijn auto is helemaal groen aan het worden. Ik heb zo'n beige kap over die Fiat. En hij is een beetje groen aan het worden. Dus Rick is even kijken of hij het een beetje gaat schoonmaken. En trouwens, dit, ik zie het ineens liggen, is zo lekker. Ik heb die met witte chocola. Niet normaal. Ik heb er gisteren één op. Echt heerlijk. Dit is dan mijn outfit. Ik heb toch maar zo, toch maar mijn UX aangedaan. En nu ga ik even zoeken, want die is ergens mijn auto aan het droog maken. En ik ben benieuwd of die weer lekker schoon is. Ik denk het wel. Het is zo lekker weer buiten. Rick is weer erg enthousiast, want die denkt, ik doe geen jas aan, maar heel het groen is eruit. Oh my god. Je bent echt geweldig. Kijk hem lachen. Rick is echt een prinses hoor. Die gaat gewoon altijd links zitten. Dat ik gewoon moet rijden. Dat is toch erg? Ik moet gewoon altijd rijden van Rick. Oh, baby aan het huilen. Huh? Je moet er ook een koppeling indrukken als je hem aanzet. Ja, een schakelen wel, maar voor de rest niet hoor. Oh, ik... Hey, nee, hoe kan je mijn auto aanzetten? Dat is gek. We hebben net even ergens geluncht en de foto's zijn ook gelukt. Ik zal ze jullie heel even laten zien. Het zijn de foto's geworden. Ik wil even wachten of ik af naar binnen mag. Kijk, dit is de pop-up. Ze hebben ook die hele lange jurken, daar wil ik echt eentje van passen. En die setjes hier vind ik ook heel erg leuk. Dus even kijken wat ze al hebben. Ik heb als eerst deze body aan. Die heb ik in de maat M. Hij is echt heel mooi. Ik denk deze wel neem. Hij zit ook lekker. Ik ben net klaar bij Skims. Ik heb aardig wat gekocht. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar alles zat zo mooi. En je hoort altijd die verhalen van iedereen. Ja, het zit zo mooi. Het voelt zo lekker. Het zit echt heel mooi. En het voelt ook heel lekker dus. Ja, ik ben helemaal blij. Ik had nog een setje die ik wilde, maar die had net mijn maat niet. Dus daar ga ik even online voor kijken. En anders krijg ik die misschien wel voor mijn verjaardag, Henk. Die heb ik voor mijn verjaardag gevraagd. Nee, maar ik ben goed geslaagd. Ik zal jullie thuis even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Ik kom net terug van de stad. En ik wil jullie nog even laten zien wat ik bij Skims heb gekocht. Ik heb 4 dingetjes gekocht. Maar ik twijfel over een ander setje. Die heeft mijn zusje wel gekocht als het goed is. Stond er ook zo leuk. Een soort bralette top. Een grijze en dan met zo'n mannenonderbroek erbij. Maar dat vonden ze echt heel erg leuk voor een festival of zo. Dat het zo er bovenuit komt. Dus daar twijfel ik nog over. Want anders was het echt heel veel geld. Maar als eerst heb ik deze body. Zo, dit is de voorkant. Gewoon een string body. Het zit zo mooi. Het is een S'je. Maar hij zit echt zo niet te strak dat het je afknelt. Maar gewoon echt mooi bij je. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan zo'nzelfde soort, maar dan met andere, meer van die spaghetti bandjes in het bruin. Dat is deze ook gewoon een stringmodel. Dan het zwarte t-shirtje. Het zit zo ontzettend mooi. Ik wilde eigenlijk grijs, maar ik ben bang dat in grijs heel erg snel zweetvlekken gaan zien. Maar ik vind het wel heel leuk. Dus misschien dat ik hem nog wel ga bestellen, want hij is wel mooi. Deze gewoon een basic. En dan de welbekende Skims jurk. Die moest ik vooral van Rick hoor. Die wilde Rick heel graag. Zo. Rick wilde heel graag dat ik die kocht. Deze. Hele lange. Dus die heb ik ook nog gekocht. Dat is wat ik bij de Skims heb gekocht. Ik kreeg ook lekker een stroopwafel bij. En dan heb ik nog iets gekocht. Het was niet de bedoeling. Ik heb een nieuwe zonnebril gekocht. Ik zag deze. Ik wilde eigenlijk hem van Celine. En toen zag ik deze. Nou ja, Rick zag deze. En dacht, oh my god, het was gewoon dezelfde prijs. En dacht ik, ja, voor die prijs dan ga ik dan liever voor een Chanel bril. De koker die ik erbij heb gekregen is ook echt heel erg mooi. Maar de bril zelf is ook echt een model dat ik heel erg vaak draag. Dus deze. Zo'n model vind ik gewoon heel erg leuk. En dan met dat goud aan de zijde. Ja, ik hou van goud, zoals je ook natuurlijk kan zien. Dus dat vond ik echt heel mooi. En het model,
is gewoon ik. Dit draag ik gewoon heel veel. En het logo hier, het is zo ontzettend mooi. Dus ja, hier ben ik ook helemaal blij mee. Het is heel erg. Maar ja, ik kon hem echt niet laten liggen. Ik zag hem, ik dacht... Ik heb gewoon sowieso een zonnebrillentik. Ik wil alle zonnebrillen. Ik vind, hou van zonnebrillen. Dus toen ik deze zag, dacht ik, ja, die kan ik niet laten liggen. Oké, het is echt de grootste troep in mijn kamer. Maar ik wist niet wat ik aan moest. Uiteindelijk heb ik nu dit aan. Ik heb de nieuwe body aan van Skims. Met het tasje van Balenciaga. Mijn leren broek eronder. En ik denk dat ik gewoon mijn Balenciaga's eronder doe. Want dat vind ik wel leuk als het helemaal het zwart is. Ik ga nog heel even snel dit opruimen. Niet dat, dat was van Rick. En dan kunnen we gaan. We gaan eerst met z'n allen... Ja. We gaan eerst met z'n allen mini-golven. Dus ik ga even hier iets overheen aan doen. En daarna gaan we of naar Munch of naar Let's Go. Dus ben benieuwd. Het is vandaag zondag. Volgens mij heb ik deze week echt niet zo heel veel gefilmd. Maar het is onderhand alweer 4 uur. Wij hebben net gesport. En hebben ons klaargemaakt. En we gaan lekker wat eten in Amsterdam. Bij Chappies, als je het zo uitspreekt. Ik wil dus al een tijdje eten. En toen zag ik laatst Stacey er was. En toen zag ik al die lekkere dingen dat ze had op staan. Toen wilde ik gewoon nog liever. Wilde ik nog graver, wilde ik zeggen. dus ik heb gereserveerd. Dat is echt al 3 weken geleden. Ze zitten zo vol. Dat is echt niet normaal. Ik moet even oorbellen en nog ringen omdoen. Anders was ik vergeten. Dus ja, dit is wat ik aan heb. Deze top met mijn roze blazer. Mijn jeans. En ik doe deze... sneakers erbij van Adidas. En dan doe ik mijn nieuwe tas ook om. Ik ben zo verliefd op deze tas. Ik vind hem zo ontzettend leuk. Dus die doe ik daarbij. We zijn er nu. Ze hebben zoveel lekkere dingen op de menukaart dat ik niet kan kiezen. We willen sowieso... Waar zit ik? Oh, hier. Als starter deze. Even kijken hoor. Deze. En als hoofd wil ik denk ik... de pasta met tomaten en vodka erin ofzo. Dat was een special. Die staat niet op de kaart. Maar die leek me ook wel heel erg lekker. Dus ik denk dat het wordt. Ook is het echt een superleuke zaak. Hier hebben ze dan dezelfde pizza overstaan. En in het begin van de zaak hebben ze dan zo'n hele leuke wand. Of nou ja, bar. Die kan niet echt goed zien. Maar het ziet er zo leuk uit. De voorgerechtjes zijn er. Dit is de focaccia. Dit is de mozzarella of burrata. Wat was het nou? Yes, dank je. En we hebben nog olijven. Lekker. Dit is lekker, dat is niet normaal. Vooral die focaccia met die kaas en die truffel erin. Oh my god. Zo lekker. De pasta is er. Het ziet er nu niet meer zo lekker uit. Omdat ik dus de truffels, trastella, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Hoe pak ik het uit, hè? Weet je het niet meer? Nou, in ieder geval, dit heb ik erop gedaan. En dat is zo lekker. Het is echt niet normaal. De pizza van Rick ziet er ook weer heel erg lekker uit. Dus dat gaan we nu heerlijk opeten. En dan hebben we ook nog een dessert. Oh, het is allemaal zo veel lekker. Ik heb de tiramisu. Ik ben heel benieuwd. En Rick heeft een vanille-ijs met een avocado. Avocado. Wat? Hoe heet het? Avocado. Dat is dus ijs. Met espresso. Ja, ook lekker. Avocado. Ook deze zoen. Ik weet niet normaal. Zo lekker. Wij komen net terug van het eten. Rick heeft geparkeerd. Met zijn werkbussie. Maar het is echt... Net tussen, alleen moet nu in de achter. Mijn handen kan niet open. Nee, dat gaat niet meer passen. Dat is echt heel krap. Ik ga even kijken, want het lijkt wel als ik zo snel beweeg, dat mijn camera dan heel raar doet. Ik ga het even terugkijken. Ja, ik kent het wel even af. Lukt het wel? Ik wil ook mijn vlog afsluiten. We gaan lekker zo naar bed toe. Slapen. Ik moet weer vroeg zijn bed uit morgen. Om 6 uur. Dus ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie weer. Lukt het? Bij een nieuwe vlog. Doei!